Wat was de aanleiding tot de gezamenlijke Twentse aanpak tegen de ondermijnende activiteiten? Tweeërlei. In de eerste plaats omdat we gewoon ook in de regio Twente, net zoals op een heleboel andere plekken in het land, te maken hebben met ondermijnende criminaliteit. Dat is een heel ingewikkeld begrip van wat is dat nou eigenlijk? Dat is het verweven van de onderwereld met de bovenwereld via vastgoedconstructies, via hennepteelt, via het misbruik van sociale voorzieningen of anderszins. Dat is één. En twee, de andere aanleiding was dat we in Twente een hele goede samenwerking hebben, niet alleen met de 14 gemeenten en politie en justitie, maar ook met de Belastingdienst, met de Voedsel- en Warenautoriteit, met de douane, met de Kansspelautoriteit. Dus we konden gezamenlijk als één overheid optreden. In hoeverre is er sprake van een unieke aanpak? Nou, hij is niet uniek in de zin van dat hij nergens anders wordt toegepast. Alleen we hebben in Twente wel het relatieve voordeel dat we goed op elkaar zijn ingespeeld. En je weet elkaar dus als verschillende overheidsorganisaties ook makkelijker te vinden. Welke voorbereidingen zijn er aan de acties vooraf gegaan? Nou ja, de voorbereidingen zijn deels eigenlijk dat je A-select, dus bij een willekeurig aantal bedrijven, dat je zegt, nou daar gaan we gewoon kijken. Want bij heel veel bedrijven die gecontroleerd zijn, is ook gewoon niks aan de hand. Die houden zich keurig aan de regels. Maar er zijn ook een aantal bedrijven in beeld gekomen waarvan we met elkaar hebben gedacht, nou, we zijn wel even nieuwsgierig naar hoe dat nou precies naartoe gaat in dat bedrijf. Wat is je rol geweest tijdens de acties? Nou, tijdens de acties, dat is echt heel operationeel. Daar gaat de politie, handhavers van de gemeente, controleurs van de Belastingdienst, die doen hun werk. En die brengen daar verslag over uit of die nemen dingen in beslag die onderzocht moeten gaan worden. In de periode daaraan voorafgaand ben je natuurlijk wel bij de planning daarvan betrokken als bestuurder. Ja, en nu heb ik een belangrijke rol om het onder andere aan u uit te leggen. Wat is u opgevallen of wat heeft u verbaasd? Nou, wat mij opgevallen is, verbazen doet het me helaas al niet meer, maar ondermijnende criminaliteit is er echt in hevige mate. Als je ziet wat we hebben in één week tijd toch weer 2200 hennepplanten in beslag genomen. 2 ecstasy-laboratoria hebben we gevonden en platgelegd. 145.000 euro aan achterstallige boetes. 120 controles gedaan. We hebben illegale prostitutie aangetroffen. Bedrijven die, ook horecabedrijven die het niet zo nauw nemen met de hygiëneregels. Ja, het is nogal wat je dan treft. Het verbaast me niet, maar het is er helaas. Wat vond u van de totale opbrengst? Die vond ik heel erg goed. Zowel voor wat betreft, laat ik zeggen, de overtredingen die gevonden zijn en waar we met elkaar tegen konden optreden, enerzijds. Maar wat ook echt een succes geweest is het feit dat we met al die overheidsdiensten toch zo'n intensieve en goede samenwerking hebben. Zijn er in de nabije of verdere toekomst meer soortgelijke acties te verwachten? Nou, dit is de tweede keer dit jaar dat we dat in Twente doen. Hè. In maart hebben we ook zo'n week gehad. Nu in oktober, november eentje. Het smaakt naar meer, zegt iedereen. Dus we gaan in 2020 met deze praktijken echt door. Dank u wel voor deze reactie. Graag gedaan, meneer Kooij.